En wat gaan we nu doen? We gaan eigenlijk het gekap pakken en dan maken we daar een worstje van. En dan leggen we dat er eigenlijk gewoon tussen. Zo. Dan nemen we dit en dan gaan we dat gewoon rollen. Totdat we echt een worstje krijgen. Voilà. En dat gaan we ook bij al de rest doen. Het is een beetje het recept van mijn mama. Mijn mama maakte dat heel vaak klaar. En dat was echt super lekker altijd. Zo. En zo gaan we door. Hier liggen ze dan, de worstenbroodjes. We gaan nu insmeren met eigeel. Dus daarmee dat we ook eieren hebben gekocht. En dat gaan we nu eventjes doen. Dan hebben we ze allemaal ingesmeerd met eigeel. En dan gaan we ze nu aan de oven steken. Eerst nog voor. Ik heb hem nu een eitje gegeven. Dat zijn we aan het opeten. Namelijk. Ze van het genieten. Hier staan de worstbroodjes. Die zijn zo goed als klaar. En nu gaan we ze eerst een keertje proeven. Helemaal klaar voor. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.